Hallo, je kunt intekenen op mijn nieuwe roman Schurft. De redactie moet nog plaatsvinden en de correctie. En er moet nog een cover ontworpen worden. Dus binnen enkele maanden ligt het boek er. Waar gaat het over? Er is een ik. En vanuit zijn perspectief wordt het verhaal verteld. Hij vertelt het verhaal. En er is een geliefde. De ik woont in Malmesbury in Engeland. En de geliefde woont in Nederland. Dit alles nog voor COVID en Brexit. Maar problemen genoeg. De hoofdpersoon woont met zijn zus in Malmesbury en runt daar een uitgeverij. Maar zijn geliefde zit dus over zee. Is Schurft een liefdesverklaring? Misschien wel, misschien niet. Dat mag de lezer zelf concluderen. Of is het verraad? Zeggen je geheimen wie je bent. En hoe meer geheimen je hebt, hoe minder je zelf kunt zijn. Is dat zo? In het echte leven wordt er veel verzwegen. Maar in je kop nooit. Daar staat alles je helder voor de geest. En daar gaat dit boek over. Over dat verschil. En hoe de hoofdpersonen daar mee omgaan. Dus, je kunt het boek gaan bestellen. En daarmee help je mij, een uitgeverij, een hond en misschien ook wel een relatie, wie weet. Het is de dood of de gladiolen. Laten we er samen een succes van maken. Bye.